Hey, hoe is het? Het is een doodnormale vraag. Het is net zoiets als, ben je met de fiets of met de trein? Had je bus weer vertraging? Wat fijn. Het is net zoiets als, wat heb je op je brood? Jam? Pindakaas? Kaas. Natuurlijk. Vragen waar ik het antwoord op kan geven. En niet uren in mijn hoofd hoeft te zweven. Op die ene doodnormale vraag. Hoe is het? Daar heb ik geen antwoord op. Vandaag. En ik weet, ja ik weet, dat zou kunnen zeggen, het gaat goed. Maar ik weet ook, ja ik weet ook, dat ik dan lieg en dat niet moet. Dus op die ene doodnormale vraag, daar heb ik geen antwoord op vandaag. Waarom niet? Is de volgende vraag die ze dan stellen. Maar ja, dat is net zo'n discussie als Sint en Piet. Zeg je ja, dan schreeuwt de andere helft. Nee, en zeg je nee, dan schreeuwt de andere helft ja. En dat is hoe het gaat in mijn hoofd. En ik geloof dat het beter zal zijn als ik het antwoord weet. Maar die weet ik niet. Ik weet het niet. Het antwoord in mijn hoofd op die vraag. Niet gisteren, niet morgen, niet vandaag. En ik weet, ja ik weet, dat ik zou kunnen zeggen, het gaat goed. Maar ik weet ook, ja ik weet ook, dat ik dan lieg en dat niet moet. Dus op die ene doodnormale vraag die iedereen stelt, daar heb ik geen antwoord op. Niet gisteren, niet morgen, niet vorige week, niet volgende week, niet vandaag.